Ja! Als Fernand Hutz iets doet, doet hij het in stijl en met een achterliggende gedachte. Zijn kunstwerk De Schandpaal wordt ingewijd met papieren vliegertjes. In de middeleeuwen zette men iemand te schande en dan had men de traditie om daar met tomaten en met eieren naartoe te gooien. Wij hebben dat nu frisser aangepakt met hedendaagse ideeën, een vliegertje gemaakt met daarop al de ideeën om onze maatschappij te verbeteren. En die ideeën mochten de genodigden zelf neerpennen op hun vliegertje. Onder de aanwezigen heel wat liefhebbers van het Centrumrechtse Weekblad Het Palieterke. En daar zitten niet toevallig een aantal bekende koppen tussen. Ik vind dat er in dit land een gebrek is aan een Vlaamse bovenlaag. Die trots is voor onze identiteit te verdedigen. Die dat niet zomaar als voorwaar ziet. En wat loopt er mis op dit moment? Alvast het weer. Het gaat vlot bij u precies, hè? Absoluut. Ik ben een kampioenvliegermaker, ja. De Schandpaal is een van de vele kunstwerken die van het gebouw van Katoenatie een echte burcht moeten maken. Eerder plaatste Fernand Hutz al een reusachtig kanon dat richting Antwerpen schiet. De Schandpaal maakt dat geheel nu compleet. Wel, ik denk dat dit een symbolische uiting is om te zeggen, kijk, niet alles loopt perfect. We moeten toch ook ons kunnen uiten.